hele goede middag op deze woensdag. Het is alweer 31 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar de nieuwe weekvlog. Vandaag op de planning. De woonkamer weer, dus die ga ik even lekker schoonmaken. Het is ook de laatste dag dat het echt nog een beetje warm mooi is, want morgen is geloof ik alweer ietsjes minder. Ik zal eens even kijken hoor, wat het weer morgen aangeeft. Even kijken, morgen is het 12 graden, dus we gaan echt wel weer terug. Vandaag is het nog 23. Na het schoonmaken ga ik nog even bullet journalen, dus gewoon lekker bezig. Ik wil eigenlijk even een handwasje draaien, want ik wil eventjes die sportspullen van de Action erin doen. Ik heb nog een kattendingetje die erin moet en even dat kussensloopje. Maar goed, gisteravond lekker tv gekeken. Alleen ik vind één ding heel vervelend. Bij GTS hebben ze een nieuwe manier van filmen. En ik had dit al wel gelezen dat ze dit gingen doen. Ik kon er alleen geen voorstelling bij maken. Dus ik zat afgelopen donderdag, het was afgelopen. En ik zag het voorstukje van maandag. En ik zag meteen dat er een nieuwe manier van filmen was gebruikt. Nou, ik heb het nu een paar dagen aangekeken, maar ik word er heel onrustig van deze nieuwe manier van filmen. En vanaf de andere kant, het beeld is gewoon anders. Ik word er heel onrustig van. Ik zei ook tegen mijn moeder, ik vind die nieuwe manier van filmen vind ik maar gewoon zwaar vervelend. Laat ik het even netjes zeggen, ik zei het iets anders. Oh, zegt mijn moeder, het is me nog helemaal niet opgevallen. Nou, ik zie dat dan wel direct. En toen las ik gisteren op social media dat heel veel mensen het ook helemaal niet fijn vonden. Er werden zelfs mensen draaierig en misselijk van. Nou, dat heb ik gelukkig niet, maar ik word er wel heel onrustig van. En er waren ook mensen die waren het ook nog niet opgevallen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie het is opgevallen. Want ik weet dat een aantal van jullie ook GTS-kijker is. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie wel is opgevallen dat ze dus een nieuwe manier van filmen hebben. Want ik vind het zwaar vervelend. Daarna heb ik Verslaafd gekeken. Dat was heel verrassend, want deze mevrouw is clean gebleven. Dus dat vond ik ook wel leuk. Eindelijk iemand die het heeft volgehouden. Want het was elke keer natuurlijk van, ze vielen weer terug. Maar deze mevrouw hield het vol. Dus dat vond ik ook wel leuk. Daarna Bo en Flora dorp eventjes gekeken. Vind ik ook wel een hele mooie serie, maar ik vind Bo ook gewoon een fantastische presentator. Het is gewoon een fantastisch persoon, hoe hij klaarstaat voor de mensen. Ja, ik vind dat echt heel mooi. Er is ook één man die is dakloos en dan komt hij gelijk met kleding uit zijn eigen kledingkast en weet ik hoeveel dure schoenen. En die brengt hij dan mee voor zo iemand. En dat heb ik ook al wel vaker gezien in die andere projecten waar mensen dakloos waren. Dat hij ze dan helpt met eigen kleding. Niet iedereen wilde dat ook. Deze man werd er heel gelukkig van. Dus ja, ik vind het echt wel een fantastisch persoon. En toen heb ik even Uitstel van Executie afgekeken. Dus dat was ook wel mooi. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. De vlogs lekker af. Dus wat dat betreft was het prima. Lekker weer naar de bridge gaan kijken. Ook een heel spannend seizoen dit. Alleen er lopen soms wat meer dingen door elkaar heen. Dus je moet soms even wat meer focussen. En daarna nog even hard tegen hard gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb lekker mijn boek gelezen. Dus wat dat betreft gewoon een lekkere, relaxte avond. Ik had alleen straks een beetje pijn in mijn buik, zeg maar. Dus volgens mij met sporten was het even iets minder fijn. Maar goed, het trekt ook wel weer weg. Ik ga nu gewoon eventjes de schoonmaakspullen pakken. Ik ga even schone lopertjes pakken en dan ga ik hier eerst eventjes aan de gang. En dan zet ik jullie dan eventjes bij en dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Ik wil eigenlijk nog even verder met die slinger ook, maar vind ik een beetje lastig omdat het dubbelzijdige tape niet wil. Dus ik ga eerst even lekker bullet journalen en dan zie ik wel even hoe en wat. Dus tijd om wat te gaan doen, denk ik maar.
Zo, ik ben helemaal klaar. De woonkamer is alweer heerlijk schoon. Ik heb nog even lekker gebullet journaled en de koffie hebben net gegeten. Ik ben nu met de nieuwe doodles van april begonnen. En die kan ik wel even laten zien. Ja, eigenlijk een beetje zonde. Ik heb net mijn telefoon schoongemaakt en nu ga ik er alweer op. Maar ja, weet je, dat ding blijft toch nooit heel lang zonder vingerafdrukken. Maar dit is nu een beetje ook een touch op spring, zeg maar. Het is wel super leuk hoor, maar er zitten wel hele moeilijke dingen bij. Ik heb nu een vlinder af, de madeliefjes. Ik was bezig met de palmpaasjesdoek. Ik moet alleen de achtergrond nog inkleuren. Maar nou, wel heel erg leuk. En ja, gewoon fijn dat de woonkamer weer helemaal schoon is. Alleen de wasmachine hoor je nu nog. Die handwas was nog niet klaar, maar ja, ik vind het wel weer lekker. Ik heb even schone handdoek en theedoek opgehangen. Nieuw schoon doekje neergelegd. Dat zit allemaal weer in de wasmand. Dus ja, ik ben tevreden. Ik kan weer genieten van een schone woonkamer voor zolang het duurt. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Straks douchen, eten en dan vanavond weer GTST. En daarna kijk ik Chantal's Beauty Camper. Oh, dit irriteert wel heel erg zo, hè, met die wasmachine. Iets beter. Dan neem ik eventjes kinderen kopen een huis op. Dan ga ik dat even kijken naar de Chantal's Beauty Camper. Want ik vind dat ook wel een leuk programma. Dan ga ik de vlog die ga ik inplannen. Ik moet nog even een thumbnailtje maken. Mijn artikel moet nog even geschreven worden. En daarna heb ik gewoon weer de bridge. En heb ik weer lekker oogappels. Want het is woensdag en daar kan ik me wel weer op verheugen. Want dat vind ik wel echt heel leuk. Dus ja, verder wel een relaxed avondje. Het is best wel warm eigenlijk. Maar nou ja, een beetje morgen is het toch weer over. Nu ga ik in ieder geval verder niks meer doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, ik heb nu verder toch niks meer op de planning. Dan even lekker relaxen. Morgen moet ik boodschappen doen, maar ik heb nog geen idee hoe laat. Dus dat moet ik nog even zien. Dus ik moet vanavond nog wel even een boodschappenlijstje maken. Maar goed, dat ga ik dan nog even doen. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is alweer 1 april. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo boodschappen doen. Ik heb net stof gezogen. Ik heb een missie. Ik wil een haantje pik. Of een pikhaantje. Sinds ik hier woon, dat is nu 3 jaar geleden, heb ik gewoon nog nooit een haantje pik meer gehad. Want in de woonplaats waar ik ben geboren, verkochten ze die gewoon in de supermarkt. En dat is hier niet. Dus ik wil nu eventjes naar een bakker gaan om te kijken of ze pikhaartjes hebben. En als ze het dan weer niet hebben, geef ik de zoektocht op. Voor de rest dat ik hier woon. Dan is het klaar. Elke paas is hetzelfde gezeur. Dus dat. Verder heb ik gisteravond lekker televisie gekeken. Chantal's Beauty Camper. Hele mooie uitzending ook. Was ook met een transgender. Dus deze persoon die was van man naar vrouw gegaan. Maar die toch spruiken. En ik dacht altijd, ja, maar je kan je haar toch laten groeien. Maar goed, ja, als je als man zijnde niet echt een volle haargroei hebt en je wilt toch graag vrouw worden, wordt dat hem natuurlijk niet met laten groeien. En zij had pruiken van AliExpress en ze kreeg dus nu een echte hele goede pruik van echt haar waar die ze kon wassen en weet ik veel allemaal stijlen. Dus dat was wel heel mooi geworden ook. Daarna kinderen kopen een huis. Vond ik ook wel heel erg leuk. Ik zou het echt zelf nooit doen als ik een huis zou kunnen kopen. Zou ik het zeker geen kinderen laten doen. Maar het is wel heel leuk om naar te kijken. Ik heb de vlog ingepland. Toen ben ik mijn artikel gaan schrijven. En toen heb ik lekker de bridge gekeken en weer oogappels. En dat was ook weer super leuk. Dus dat was eigenlijk een beetje wat ik gisteren heb gedaan. Ik kom net van boven, dus ik ben even nog aan het uitpuffen. Ja, verder dus zometeen boodschappen doen, ook niet heel veel op te plannen. Ik denk niet echt dat ik jullie ergens bij ga zetten vandaag, maar goed. Dat is meestal op de donderdag. Ik heb er wel even de handwas aan, want de katten hadden weer op het kleed gekotst. En ik ging zitten en ik rook echt zo'n ziltige, zure lucht. Ik dacht, gadverdamme. Ik ruik kots, maar ik zag hem niet direct bij. Nou, het zat eigenlijk bijna boven me, dus ik heb dat wel lekker in de was gestopt. Ik ga nu nog even wat drinken en even naar de wc en zo. En dan komt mijn coach zo en dan ga ik boodschappen doen. Dus ik zie jullie dan weer als ik terug ben. Want ja, meer kan ik nu even niet. Ik zou zeggen tot straks. Het outfitje van vandaag. Ik heb deze blouse aan die ik bij de Lidl heb gekocht. Ik vind hem nog steeds heel leuk, maar hij zit eigenlijk te groot. Het is een S'je. Dus ja, dat. Ik heb ook mijn broek aan van de Lidl. Ik ben wat dat betreft helemaal Lidl.
Die vind ik al niet zo heel mooi meer zitten. Hier vooral bij de knieën, zeg maar. Dat het gewoon niet zo heel strak meer zit. En dan heb ik mijn cowboy laarsjes aan. Dus ik vind het op zich wel een leuke outfit. Alleen die blouse die komt steeds uit die broek. Dus het zit niet helemaal strak. Maar dat is ook gewoon het stofje, zeg maar. Maar ja, op zich kan het wel zo. De coach is iets later. Ik heb alles verder klaar. Dus ja, moet ik dan nog even op wachten. Zit je mooi hier? Ik kan niet naar buiten kijken zo, hè. Het eigen zit lekker op de bank, hè. Maar daar komt muis aan. Het is best wel zonnig, zeg maar. Maar ik heb wel het idee dat het gewoon... Het is wel frisser als gisteren. Want vroeger is er gewoon de temperatuur buiten wel heel oké. Ik zal even kijken hoe warm het nu dan is. Ja, je ziet 12 graden. En morgen is het ook niet meer echt zonnig. Dus dan... En morgen ga ik de slaapkamer weer doen. Dus ik ga even wachten op mijn coach. En dan ga ik zo boodschappen doen. Dus ik zie jullie later. Oh, daar was ik weer. Ik ben inmiddels al een hele lange tijd thuis. Maar mijn coach is net de deur uit. Want we hebben echt onwijs zitten kletsen. Dus wat dingen geregeld. Dus dat was allemaal goed. Ik zal jullie even de boodschappen laten zien. Ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus dat kan mooi even. De katten zitten nu te eten. Gezellig met z'n drietjes. Ik heb gehaald. Ik kom met de spullen. De boontjes. Ik heb mini speklapjes voor bij mijn fonduutje. Ik ga zondag fonduutje. Ik heb ook paaskoekjes gekocht. Kijk hoor. Ik heb eventjes deze lekkere siroop. Ik heb ook nog kransen, lentekransen gekocht. De pikhaantjes zijn trouwens mislukt. Want ze hebben niet de pikhaantjes met echt zo'n piklaag. En die wil ik niet graag. Ik heb een pakje verband. Ik krijg nog een gratis etuietje bij. Ik heb een zak met frietjes. Ik heb aardappelschijfjes. Ik heb frietsaus. Ik heb weer eventjes de chloor gekocht. Dan heb ik hamburgertjes. Ook voor bij de fondue. Een bakbotertje weer. Ze hadden geen mini slaapvinkjes, dus ik heb maar even gewone gedaan. Ik ga even de andere tas pakken. Oh ja, ik heb ook nog keukenrol gehaald. Ik had ook nog ijsjes, maar die zitten al in de vriezer. Deze glazen nog meegenomen, die waren nu heel goedkoop. Die vond ik wel heel erg mooi. Dan heb ik twee keer een klein flesje met olie. De spekjes. Ik heb kattenvoer gehaald. Hé! Hey! Nee! Niet doen. Jij ook niet. Oh, als je er niet bij blijft, jongens. Dan heb ik chocomel weer. En een bonnetje. Nou, die zijn dan voor de groenten. Dus ik heb ook nog een grote fles meegenomen voor de fondue. Ik had nog één fles staan. Dan moet ik muis weer in de gaten houden. Ik heb champignonnetjes. Dan heb ik plaatsfrieten. Voor straks. Dan heb ik nog mondwater gekocht. Mini kipfiletjes. En ibuprofennetjes. En ik was even nog bij het... Jongens! Nee! Niet doen. Kruidvat. En bij het kruidvat heb ik gekocht deze mascara. Die was nieuw en die was dus nu met korting. Die ging nu 50% vanaf. Dit is de Bambi Oversized Eye Mascara. Daar was ik heel erg benieuwd naar. Ik heb weer eventjes deze gehaald. De face wash. En ik heb deze concealer meegenomen. Want die was nu maar 5 euro. Die was nu in dagactie. Dus dat waren alle boodschappen. Ik ga nu eventjes die katten weghalen. Dan kom ik zo even bij jullie terug. Zo, en ik had ook nog even een broodje. Maar die had ik al op. Ga ik volgende week even lekker een kibbelingetje halen. Dat is nu al wat later. Mijn coach was ook iets later. Dus nou, komt er volgende week wel. Nu ben ik het zat. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik ga de boodschappen morgen naar boven brengen. Daar heb ik nu niet meer zo heel veel zin in. Dan ga ik straks douchen. Eten. En dan ga ik vanavond naar de Passion kijken. Dus ik neem even de meilandjes op. En ook
neem ik nog meer op. Meester Frank Visser. Dan ga ik vanavond Passion kijken. En dan moet ik vanavond verder gewoon weer de foto's bewerken. En misschien nog wel een stukje van de video over zaterdag in elkaar zetten. Maar dat is verder de planning. Niet echt heel spannend of zo. Ik heb uiteraard wel weer de bridge en lekker zonnestad vanavond. Dus dat wordt verder mijn avond. Dus ja, ik ben zat. Ik heb een vieze bril, zie ik. Dus die moet even schoongemaakt worden. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga eventjes alles opruimen. En dan hou ik het voor gezien. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 2 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb weer wat nieuwe make-up getest. Dus daar word ik altijd wel een blij mens van. Maar laten we toch eventjes hebben over alles wat er in de Tweede Kamer is gebeurd. Want het is gisteren allemaal begonnen. Nou, eigenlijk vorige week natuurlijk al. Ik heb wel een beetje last van tranenogen trouwens. Vorige week zijn er documenten uitgelekt. Toen is een van de Kamerleden, die kreeg een positieve uitslag van de coronatest. Zij moest naar huis toe en er staken papieren boven haar tas uit. Er is een fotograaf geweest, die heeft daar een foto van gemaakt. En die foto was dus zo scherp, toen ze inzoomde op die papieren, stond er dus dat één man... En ik ben heel slecht in namen, dus ik weet zijn naam even niet. Functie elders zou krijgen. Ik weet dat deze man heel erg heeft gestaan voor de toeslagenaffaire. En heel erg voor die mensen op de bres is gesprongen en zo. Maar er is dus uitgekomen dat zijn functie elders moest zijn. Nou, dat is natuurlijk hoog opgepakt door de media. Daar zijn toen vragen over gesteld, ook aan Rutte. En ja, heeft u daar een uitspraak over gedaan? Weet u wat daar van waar is? Nee, ik heb daar niks over gezegd, heeft Rutte toen gezegd bij de NOS. Nou, toen zijn ze de Kamer ingedoken deze week. En toen is er op een gegeven moment in zijn gezicht, morgen willen we alle papieren op tafel zien. Alles moet gewoon duidelijk worden. Nou, toen is Rutte dus betrapt op een leugen. En hij bleef dus keihard ontkennen in de Kamer. Ik heb dat niet gezegd, ik heb dat niet gezegd. En het was, dit speelde gistermiddag al. En ik liep op een gegeven moment in de supermarkt. En mijn vader die stuurde een appje in de groepsapp. Want die hield het allemaal een beetje in de gaten. En op een gegeven moment krijg ik een appje waarin staat dat Rutte Pinocchio is genoemd. Omdat hij dus blijkbaar had gelogen. Nou, dus ik stond in de supermarkt. Ik stond gewoon te grinniken. Want ik vond het echt wel heel erg grappig. Kijk, niemand ziet het. Want je hebt tot een kapje op. Dus dat maakt niet uit. Nou ja, goed. Toen is er een motie van wantrouwen ingediend. En uiteindelijk heeft hij ook zijn leugen toegegeven. Na heel lang. Ja, toen hebben ze volgens mij tot diep in de nacht in de treuren vergaderd. Maar het eindresultaat is dat Rutte er toch weer mee wegkomt. Deze man die kan alles doen. Liegen, bedriegen. Het maakt niet uit. Het schaadt hem toch niet. Want hij komt er toch weer mee weg. Weet je, dit was wel dé kans geweest om hem uit die kamer te bonjouren. Maar hij komt overal mee weg. Kijk, en dit gebeurt nu een paar weken na de verkiezingen. En dit was wel het moment geweest dat ze konden zeggen, nou, het is mooi geweest, meneer Rutte. U kunt uw koffers gaan pakken en uw functie elders gaan uitvoeren. En dat betekent gewoon dat je op zoek kan gaan naar een andere baan. Maar nee, hij is er toch weer mee weggekomen. Dus ja, lucky Rutte zou ik zeggen. Dus dat was wel heel apart natuurlijk. Gisteravond heb ik verder The Passion gekeken. Was heel mooi. Alleen de Maria's, die vallen me toch elk jaar een beetje tegen. Dit jaar was het treintje Oosterhuis. Allereerst zat veel te hoge hakken aan. Ze had echt moeite met lopen. Daarnaast vond ik haar jurk gewoon voor het mooie wat aan de te strakke kant. Want ze hebben natuurlijk ook een zender op. En die zat gewoon in die jurk gestopt. En dat zat allemaal van achter helemaal niet netjes. En ze zong in het begin ook een beetje vals. En ja, de Maria's die vallen me toch elk jaar wel weer tegen. Ik vind het ook best wel een beetje gek dat ze voor een geheel nieuwe kast hebben gekozen. Omdat het vorig jaar niet doorging. Dat ze niet de kast van vorig jaar hebben gebruikt. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Ik bedoel, Jezus zou vorig jaar gespeeld worden door Tim Akkermans. En dat werd nu gespeeld door Freek Bartels. Die het trouwens heel goed deed hoor. Ik vond het wel heel mooi om weer te zien. Maar... Het was niet een van de passions die me heel erg... Ja, waarvan ik zeg, dit vond ik een van de beste die ik heb gezien of zo. De andere bleef me ook wel gewoon heel erg bij. Eentje die me ook heel erg bijbleef, dat is toen Jezus werd gespeeld door Edwin Jonker. Die blijft me ook nog wel heel erg bij. Maar goed, het was wel weer heel mooi om te zien. Ik ben daarna ook mijn foto's gaan bewerken. En ik heb al een deeltje van de video voor zaterdag afgemaakt.
Ik heb mijn paasslinger afgemaakt. Die ga ik zo even ophangen. Laat ik hem jullie even zien. En toen ben ik naar de bridge gaan kijken. In weer Zonnestad. En de bridge was ook weer super spannend. Dus vanavond lekker verder mee. Ik ga nu hier even opruimen. Ik ga lekker de slaapkamer zo doen. Dus ik ga eventjes de boodschappen naar boven brengen. Even wat dingen opruimen. Ik heb nog wat extra spullen staan die ook opgeruimd moeten worden. Maar ik zet die tas gewoon even bovenin. Dat wil ik dan van het weekend eventjes een beetje gaan doen. Want ik moet boven ook echt weer aan de gang. En het is nu ook weer wat frisser. Dus het is ook wel lekker om even wat te gaan doen. Dus ja, ik ga dat nu gewoon eventjes doen. Dan zet ik jullie bij de slaapkamer erbij. Dan laat ik je zo even de paasslinger zien hoe die uiteindelijk is geworden. Zo, ik heb hier even de paasslinger. Ik zal even op de stoel gaan staan, zodat ik iets dichterbij ben. Het was echt een drama om de oortjes te plakken. Je ziet, hij hangt niet helemaal goed. Maar ik krijg hem niet beter dan dit. Maar dit zijn dus de haasjes. Kijk, deze moet gedraaid. Ze hebben nu dus oortjes en ja. Ik vond het wel heel leuk om te doen, maar het was wel een beetje een drama. Maar goed, hij hangt. Ik ben klaar. Ik ben helemaal gesloopt. Maar ik heb wel weer de schone slaapkamer. Ik heb ook even de kaarsen standaard neergezet. Alleen een beetje jammer. Ik krijg de sticker niet helemaal af. Die heb ik dus hier nu neergezet. Alleen je ziet dus hier die lelijke sticker. En die krijg ik dus niet helemaal af. Dat is een beetje jammer. Maar goed. Het is even niet anders. Ja, ik ben altijd zo gesloopt na een dagje. Of na een dagje. Na een middagje poetsen. Vooral de slaapkamer.
En dat is dan altijd zo'n nadeel met die nagellakjes. Dat ondertussen trouwens even met Nathalie te praten op app. Die nagellakjes, dan moet ik boven mijn hoofd werken. En als iets bij mij niet goed gaat, is dat het. Want ik krijg kramp. Mijn hele lichaam die verkrampt dan een beetje. Mijn armen begint het bij. En ik voel het nou ook helemaal in mijn nek. Dus ja, dat is gewoon nogal vervelend. Maar goed, je doet er niet heel veel aan. Maar ja, ik baal er wel een beetje van. Dus ik heb nu best wel kramp. Ik ben nu ook best wel echt wel uitgeput. Dus ik ben wel blij dat het nu weer klaar is. Ik heb lekker een schoon bed. Daar ga ik vanavond heerlijk van genieten. Ik heb gauw ook een nieuw boek lezen. Dus dat wordt wel top. Ik heb net alles opgeruimd. De katten hebben eten gehad. Ik heb alle boodschappen naar boven gedaan. Ik moet echt van het weekend gaan opruimen hoor. Ja, ik zeg het elke keer en elke keer doe ik het weer niet. Maar het moet. Het moet. Het moet. Want ik kan er bijna niet meer lopen. Het is echt niet te doen. Dus ik hoop dat ik daar morgen even de energie voor heb. Ja, verder weet je, je hebt altijd gewoon zoveel stof. Maar goed, het is nu weer schoon. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond, ik ga sowieso Chateau Meiland kijken en Red Light. Want je hebt eigenlijk niet veel op televisie wat ik leuk vind. Ja, Red Light wordt dan uitgezonden, dat vind ik fantastisch. Maar daarvoor heb je eigenlijk niks, want de Voice, dat interesseert mij niet. Ik moet mijn video nog in elkaar zetten. Ik moet mijn blogbericht nog schrijven. En dat is het ook wel. En ik ga sowieso weer naar de Bridge kijken en naar Zonnestad. Dus dat wordt sowieso gewoon mijn avond. Straks even lekker douchen. Ik ga zo wel even een aspirintje nemen, want mijn hoofd doet ook weer zeer. Dan ga ik even eten en dan ga ik straks de bank op met mijn laptop. En dan ga ik gewoon even wat dingen doen. Ja, het is natuurlijk ook Goede Vrijdag, dus, maar ja, ik heb daar niet zo heel veel mee. De meeste mensen moeten tegenwoordig volgens mij ook gewoon werken. Ja, de supermarkten zijn ook gewoon open. Mijn moeder moest ook gewoon werken. Dus wat dat betreft is dat niet heel speciaal of zo. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 3 april. Ik ben klaargemaakt. En vandaag heb ik niet een hele grote planning. Ik moet van de paashanger even wat staartjes vastlijmen en een paar oortjes. Want dat dubbelzijdige tape werkt niet zo heel erg goed. Dus dat moet ik wel even doen. Verder gewoon even de standaard dingen zoals stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Ik moet mijn was even opvouwen. Want ik ga morgen fonduien en dan moet die was die moet gewoon in de kast liggen. Want ik wil natuurlijk niet dat... Een hartje in mijn lipstick. Oh. Mijn schone was naar de fondue gaat ruiken. Dus dat moet ik even doen. En ik wil boven eigenlijk eventjes opruimen en daarna even bludgeonen. Dus dat is verder de planning niet heel bijzonder. Gisteravond heb ik Chateau Meiland gekeken. Toen ik had afgewassen heb ik de pannenkast even schoongemaakt. In de pannen geordend, de keuken een beetje een doekje doorheen gehaald. Dat voelde wel lekker. Toen ben ik Chateau Meiland gaan kijken. Was wel weer heel grappig ook. Daarna ben ik met Red Light verder gegaan. Want dat was dan om 9:30 op televisie. Ben ik de video verder in elkaar gaan zetten en heb ik mijn artikel geschreven. En toen ben ik de Bridge gaan kijken. Wordt ook wel steeds spannender. En daarna lekker Zonnestad. En dat was ook een hele spannende uitzending. Dus ja, het was eigenlijk gewoon een prima avondje. Is verder ook niet heel veel gebeurd of zo. Ik heb het alleen een beetje koud, omdat ik gisteravond al. Het is hier volgens mij best wel... Ja, het is hier 18,5 graden. Het is ook niet super warm inderdaad. Maar dat kwam de afgelopen dagen toen het zonnig was, stond hij elke keer op 21,5 graden. Dus ik heb die verwarming naar beneden gedraaid. Want ja, de temperatuur die liep maar op en die liep maar op. Ik denk, ja, het vindt hier al zo warm. Maar nu kan hij eigenlijk weer een tikje omhoog. Want het is natuurlijk ook niet super warm. Kijk hoor. Hoe warm is het? Het is ook maar 10 graden. Ja, het is ook wel frisjes. Ja, ik ga even stofzuigen en zo. Dan ga ik de was even opvouwen. En dan ga ik even wat doen. Want ja, de tijd gaat soms zo snel. Dus ja, ik ga dat eventjes doen. En zet ik jullie bij het was opvouwen er wel eventjes bij.
Zo, inmiddels ben ik klaar met de dingen die ik wilde doen. Ik heb niet heel veel kunnen vloggen, want het kaartje van de camera was vol en ik had dit kunnen weten. Ja, nou goed, ik heb hem inmiddels geleegd, dus hij is weer klaar voor gebruik. Ik heb de, hoe heet het, geleid, die moet ik wel naar het goede filmen. De staartjes en de oortjes. Nou, lijm en ik zijn gewoon niet de beste vrienden, want dit is eigenlijk een soort kinderlijm. Maar kijk, mijn hele vingers zitten dus onder van die lijmrestjes. En ik heb ze al gewassen met heet water. Het gaat er niet af. Dus ik hoop straks met douchen dat het eraf gaat. Want dit is echt verschrikkelijk. Ik ga er ook echt aan peuteren. Maar goed, het hangt. Ik heb ze niet allemaal gelijmd. Dus mocht er nog weer losgaan, moet ik er nog weer bij lijmen. Alleen, ja, het is wel superleuk bedacht, maar de uitwerking is gewoon niet perfect. Dat tape, dat werkt gewoon niet fantastisch. Maar goed, ik heb net even de mini-slaapwinkels uit de koelkast gehaald voor morgen, want die moeten even ontdooien. Uit de koelkast, uit de vriezer gehaald. Lekker bezig. De was ligt in de kast. Ik heb boven wel wat opgeruimd. Het is niet heel veel. Want, wat gebeurt er elke keer als ik boven kom? Elke keer... Ik weet gewoon momenteel ook even niet waar ik moet beginnen. Laat ik dat zeggen. Ik heb wel de boodschappen opgeruimd. Ik heb wat oude bier bij elkaar geraapt. En elke keer dan ga ik rechtop staan. Is het weer boink. Stoot ik weer in mijn hoofd. Ik weet dat ik daar niet helemaal rechtop kan staan. Want ik ben gewoon te lang. En op een of andere manier doe ik het wel weer. En dan, ja, dan bots ik weer met mijn hoofd. En dat doet dan weer zin. Dan ben ik er weer klaar mee. Dan denk ik, oh ja, wat een gezeik. Weet je wel, laat maar. Maar goed, ik heb wel wat gedaan. Maar het is dus nog niet voldoende. Dus ik hoop misschien morgen nog wel even wat te kunnen doen. Maar ik moet echt gewoon even de weg vinden hoe ik kan beginnen. Ik had even een stukje lijn onder mijn nagel vandaan. Maar goed, in ieder geval alles, de kleding ligt weer in de kast. Dat moet weer even netjes gelegd worden. Ik moet nog zoveel doen daar. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Toen nog even lekker gebullet journal. Dus op zich was het prima, maar ik ben er gewoon even klaar mee. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker eten bestellen, want daar had ik zin in. Vanavond ga ik even wat dingen terugkijken. Ik ga allereerst nog even een aflevering kijken van John van de Heuvel. Daarna ga ik eventjes meester Frank Visser kijken van donderdag. En daarna even de BN'ers in het ziekenhuis. En dan kan ik nog even aan de vlog werken vanavond. En ook nog eventjes lekker naar de bridge kijken. En ik heb weer zonnestad, dus dat wordt verder ook mijn avond niet bijzonder. Maar in ieder geval dat dus. Ja, ik ga jullie nu verder ook niks meer doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik heb nu toch niks meer te melden. En ik hoop straks dat ik deze vingers helemaal lijmvrij krijg. Dus dat is een beetje mijn doel. En ik wil even mijn teennagels nog lakken vanavond. Dus dat is het ook eigenlijk wel. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 4 april, het is eerste paasdag. Dus iedereen fijne Pasen. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat ik dit zeg. Want als jullie het zien, is Pasen alweer geweest. Maar goed. Ik zit even lekker op de bank. Ik ga zo eventjes stofzuigen en de bootjes afhalen. Ik wil eigenlijk boven nog even wat doen en ik ga foto's maken. Dus verder niet een hele spannende planning. Gisteravond heerlijk eten besteld. Ik heb er echt van genoten. Was echt super lekker. Dus dat was echt genieten. Toen ben ik de laatste aflevering van John van Heuvel gaan kijken op Videoland. Was ook wel heel interessant. Dus nu ben ik er doorheen. Toen ben ik meester Frank Visser gaan kijken. Ja, dat was weer een zaak over de erfafscheiding. En ik snapte het in eerste instantie niet zo goed. Maar dat kwam ook. Hij stond er niet helemaal vanaf het begin op. Dat vind ik het nadeel van opnemen tegenwoordig hoe het nu gaat. Vroeger met de videorecorder, als je op één zender iets op moest nemen, liet je hem gewoon van 9:30 tot 10:30 doorlopen, bij wijze van. Ja, en nu stopt een programma, weet je wel. En dan... gewoon als het de tijd is, wordt hij gestopt. En dan het volgende programma gaat dan echt in op de tijd dat hij dus aangegeven staat. Maar ja, als een programma iets eerder begint, dan mis je soms het beginstukje. En dat had ik dus nu. Het was eigenlijk zo
Het waren twee buren. Die ene jongen die had een huis gekocht in 2019. Hij woonde er nog steeds niet, want er moest van alles aan gebeuren. Ze ging het helemaal van boven tot onder helemaal opbouwen. Het huis stond er dan wel, maar de binnenkant was nog helemaal niks. Ja, toen bleek dat er een stukje was van een... van de gemeentegrond en uiteindelijk bleek dus dat de buurman die hoefde zijn boompjes nog niet te verzetten tenzij die buurjongen dat stukje ging kopen en dan van de gemeente en dan werd de erfafscheiding anders. Maar ja, ze hadden het over een broer die naast hem zou komen wonen, dus je zag twee mannen. Dus ik dacht in eerste instantie, nou dat is dan zeker zijn broer. Ik vond hem wel wat oud om zijn broer te zijn, maar goed. Toen bleek het zijn vader te zijn, daar vond ik hem eigenlijk weer net iets te jong voor. Maar vaders was erg aanwezig en hij lachte me iets te veel. En ja, ik weet het niet. Hij was goed aanwezig in ieder geval. Nou ja. En daarna ben ik de BN'ers in het ziekenhuis gaan kijken. En dat was ook wel heel heftig. Ik vind het echt een heel mooi programma. Maar ja, zoals Richard Groenendijk, die loopt op de afdeling waar mensen dus liggen met kanker. En ja, ik vond het toch wel heel erg heftig. Dus ja, ik vind het wel een heel mooi programma, maar het is wel heftig. En ik heb gewoon weer lekker de bridge gekeken en Zonnestad. En ik ben alvast met de vlog aan de gang gegaan, dus die is alweer voor het grootste gedeelte klaar. Ik heb een beetje buikpijn, maar dat hoort er een beetje bij. En ja, ik voel me dan zo altijd zo opgeblazen en ik weet het allemaal niet. Ik heb wel lekker gesport. Ik heb ook niet zo lekker geslapen, weer nare dromen en zo. Dus dat was even wat minder. En ja, dat was het eigenlijk. Ik ga hier nu even aan de gang. Ik ga stofzuigen, de kattenbakken scheppen en dan even de groenten doen. En dan ga ik, denk ik, eventjes naar boven. Dan laat ik je straks natuurlijk nog even zien wat ik ga fotograferen. Ik ga ook alvast de fonduespullen naar beneden halen, want ik ga dus vandaag fonduen. Ik denk dat de meeste mensen met Pasen, als ze iets willen doen op dat gebied, toch gaan gourmetten. Gourmetten vind ik in mijn eentje toch meer gedoe. Dat vind ik gezelliger met twee of meer mensen. Maar goed, weet je, je loopt met die pannetjes te hannissen, wat dan, waar het helemaal niet gaar in wordt. En je zit gezellig te kletsen als je met meerdere bent. Tenminste, bij mij worden de spullen in pannetjes nooit gaar hoor. Misschien hebben jullie dat helemaal niet. Maar ja, ik doe dat toch minder snel in mijn eentje dan fondue. Dus dat wil ik sowieso ook eventjes doen. Dus tijd om maar even wat te gaan doen. Ik heb het ook koud, maar ik ga nog even niet de verwarming aan doen. Want ik denk dat de temperatuur ook gaat oplopen als ik eenmaal ga fondue. Dus ja, ik ga eventjes wat doen. Zo, even lekker bezig geweest. Ik heb de boontjes al afgehaald. Ik heb zelfs wat aan de administratie gedaan. Ik heb net even wat papieren door de versnipperaar gedaan. Ik heb boven wat opgeruimd. Maar ik heb ook een heel leuk nieuw spelletje. Nou, eigenlijk is het niet nieuw. Het bestaat al een tijdje, maar ik speel het nu weer. Dus het leek me wel leuk om die jullie ook even te laten zien. Want ik weet dat een aantal van jullie die van jullie het heel erg leuk vindt als ik een spelletje laat zien. Dus die zie je eventjes nadat ik mijn producten heb laten zien voor de foto's. Ik ga deze face primer van Hello Good Stuff van Essence fotograferen. Dit is een met Caring Hemp en Seed Oil. Dus een beetje die verzorgende lijn, zeg maar. Dan heb ik dit oogschaduwpalette van Catrice. Die ligt er ook al een tijdje. Die ga ik fotograferen. En ik heb deze drie lipsticks van XOXO van Rebels. Ik ga hier geen video meer over maken, want deze zijn ook niet meer te koop. Dus is het ook niet echt interessant, maar ik heb deze dus in Maroon, Merlot en Desire. Dus dit zijn even de producten waar ik foto's van ga maken. Dus dat ga ik even doen en dan laat ik jullie even dat spelletje zien. Het spelletje wat ik op dit moment speel heet June's Journey. En dit is een spelletje waarbij je eigenlijk een eiland opbouwt en waarbij je dus een moordzaak moet oplossen. En je moet hierbij dus dingetjes zoeken. De ene keer zul je dat makkelijker kunnen doen als de andere keer. En ja, soms staan er ook woorden bij waarvan ik denk, goh, dat ken ik helemaal niet. Je kunt gelukkig inzoomen met dit spel en ook weer uitzoomen, waardoor je er net iets makkelijker bij komt. Mocht je nou eventjes echt niet weten wat je zoekt, staat er rechts onderin een soort lampje. En als je daarop klikt, dan krijg je eigenlijk de hint van het product wat je zoekt. Of het artikel, ja, product. In ieder geval het ding wat je zoekt. En
Ja, dan krijg je weer wat meer hulp. Je moet een level helemaal voltooien. Dat betekent dat je 5 sterren helemaal moet hebben om naar een volgend level te kunnen. Deze lieve vriendjes zitten nu te eten. Maar Mickey doet het vervelend, want Mickey steelt nu van muis. Dus politieagent, ik zit er nu even bij. Ik ga zo even lekker relaxen. Ga ik de televisie aanzetten, want Ajax moet zo spelen. Zie, nou ruik ik gelijk naar kattenvoer. Dat ga ik zo eerst even wassen. Dan ga ik eventjes de fondue spullen klaarzetten. En dan zie ik jullie sowieso later nog even. Ik vlog vandaag iets langer door. Ik vind het altijd wel leuk om jullie ook even mee te nemen op de tafel. Dan dek zeg maar met Pasen en zo. Maar eerst even lekker relaxen. De foto's zijn klaar. Was even een gedoetje. De flitser die deed een beetje raar. Maar het is allemaal gelukt. Ik heb al geïmporteerd. Ik heb gelijk nog even een nieuw boek meegepakt die ik zag waar ik al naar op zoek was. Dus dan ga ik nu eventjes verder hier een beetje opruimen en dan even relaxen met Ajax. En dan zie ik jullie strakjes. Zo, de tafel is gedekt. Ik heb mini slaafjinkjes, kipfiletjes, hamburgertjes en frikandellen. Dan heb ik hier dus de leuke placemat die ik bij de Action vandaan had gehad. Ik heb vrolijke servetten, patatjes, speklapjes, aardappeltjes en champignonnetjes. Dus nu kan ik wachten tot alles warm is en dan kan ik straks lekker eten. Dus ik vind het wel weer leuk. Tijd voor mijn toetje. Ik heb een Vianetta'tje, gewoon zo'n minietje zeg maar. Daar heb ik wat slagroom overheen gedaan en wat disco dip. Dus hier ga ik even lekker van genieten als toetje. Want dat doe ik normaal eigenlijk nooit toetjes, maar vandaag wel. Zo, inmiddels ben ik ook lekker gedoucht en ben ik op de bank geploft met miljoenenjacht. Ik heb even een flesje met bubbeltjes water gepakt, want ik ben wel een beetje dorstig na het eten. Maar ik heb er wel heerlijk van genoten. Dus dat was wel heel erg lekker. Ik ga nu miljoenenjacht kijken. Daarna ga ik Wie van de Drie kijken. Ik ga mijn nagels even doen straks. Dan ga ik de foto's bewerken, de bridge kijken. En vanavond heb ik er hard tegen gehad. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Ik heb nu al wat langer doorgevlogd dan dat ik normaal doe. Maar dat vond ik ook wel leuk om jullie er even in mee te nemen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 5 april, het is tweede paasdag en ik ben klaargemaakt. Ik heb een nieuw lipkleurtje op die ik gisteren heb gefotografeerd. En het is ijskoud. Ja, ik heb het echt heel koud. Ik had even het vuilnis net weggebracht en aan de weg gezet. Want ik had een hele volle vuilniszak, die moest eruit. Ik had wel mijn jas aan gedaan, maar toen ik binnenkwam, ik had gewoon ijskoud. Ik denk dat ik straks wel de verwarming wat aan ga doen, want ja... Het is niet echt heel prettig of zo. Gisteravond, ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb neonroze gekozen. Ik had er gewoon zin in. Ik kan hem wel even erbij pakken. Hij is niet meer te koop. Maar ja, ik vond het kleurtje zo fantastisch. Ik had er gewoon zin in. Ik dacht, ja, ik heb zin in roze. En dat was dit neonkleurtje van Catrice. Die kwam uit zo'n limited collectie. Uit de... Neo Nude collectie. Dit was de C04 Flashy Pink. En ik vind hem fantastisch, want ik hou van roze. Dus die. Nou ja, miljoenenjacht gekeken. Dat had ik natuurlijk al verteld dat ik daar na aan het kijken was. En dat was ook heel mooi. Heel mooi bedrag gewonnen. Ja, was leuk. Daarna Wie van de Drie. Dat was ook wel weer heel erg leuk. Toen heb ik de foto's bewerkt. Dus die zijn helemaal klaar. Toen ben ik lekker naar de bridge gaan kijken. En het is echt zo daar. Ik heb nu nog 2 afleveringen. Ik was bij aflevering 8 van seizoen 2. En hierbij kreeg ik pas het idee. Jij zou de dader kunnen zijn. Nou, ik denk dat hij de dader ook daadwerkelijk is. Want op het einde werd er een portret gemaakt, zeg maar. Zo'n tekening. En hij leek er gewoon precies op. Dus ik denk, ja, volgens mij ben jij het echt. Dus ik ga het vanavond zien. Heel spannend. En daarna heb ik weer hard tegen hard gekeken. Dat was ook wel heel erg leuk. Ik ga zo eventjes stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Daarna ga ik de video opnemen. En daar ben ik ook wel blij om. Want het zijn de favorieten van maart. En ik heb alweer nieuwe producten liggen. Dus we kunnen die weer in het mandje straks. Dus dat is fijn. Ja, even stofzuigen. Ik heb alleen gisteravond heel veel gedronken. Want ik had na het fondue had ik best wel dorst gekregen. Dus ik heb nog zo'n... flesje met bubbeltjes water achterover geklokt. Nou, dat heb ik geweten, want ik ben er vannacht gewoon een paar keer uit geweest omdat ik naar de wc moest. Dus dat was even minder prettig.
Maar ja, goed, aan de andere kant, ik loop ook steeds te zeuren dat ik meer moet drinken. Dus op zich is het dan ook logisch, mijn blaas is het niet gewend. Maar goed. Ja, ik ga eventjes de kattenbakken doen, even een nieuwe vuilniszak erin doen. En dan ga ik het video opnemen. Dan is dat klaar. Dan kan ik daarna eventjes de rollade opzetten. Die moet ik alleen even aanbraden. Dan kan ik hem einde van een uurtje voordat ik ga eten, zet ik hem dan weer aan. Dan kan ik hem afbraden. En daarna ga ik even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus tijd om het te gaan doen. Inmiddels wordt deze vrolijke friet aangebraden. Het duurt alleen wel even, want hij is bevroren. En het sneeuwt buiten. Kijk eens even hoe hard het gaat. Het wordt al een beetje wittig. Ik denk niet dat het hier echt... Ja, ik zie daar wel wat witte dingen liggen op de stoep. Maar het is echt aan het sneeuwen. En het begon te hagelen, maar het is nu aan het sneeuwen. Nu ga ik mijn rollade verder afbraden en ga ik daarna even bullet journalen. Alle spullen weer opgeruimd. Inmiddels schijnt de zon weer. Ja, wat moet je van die met dit weer? Zon, sneeuw, hagel. Nou, van alles is er langsgekomen vandaag. Maar de zon schijnt weer. Lekker even geknutseld. Ik heb alles netjes opgeruimd. Ik heb ook al een bakje leeg met de make-up producten. Dus de nieuwe producten zitten er alweer in. Ik heb alles al op zijn plek gelegd. Is ook alweer heel fijn. Dus ja, nu kan ik straks de rollade afbraden. En dan kan ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer goede tijden. Uit zelf een executie. Daarna de Meilandjes. Dan ga ik mijn blogbericht schrijven. Ik heb ook een beetje hoofdpijn nu. En dan ga ik weer lekker de bridge kijken in Hart tegen Hart. Dus het wordt niet echt een speciale avond. Ik heb de frietjes eruit, die eet ik bij de rollade. En dan heb ik vanavond nog lekker een ijsje. En dan is het weer gedaan met al dat luxe eten. Dan gaan we weer opletten. Dus ja, op zich wel een lekker avondje. Ik heb ook niet echt een paasgevoel of zo. Ik was vrijdag heel erg in de war met Goede Vrijdag. Ik had echt zoiets van, oh, ik voel me nu zo raar of zo. Ik weet niet wat het was. Maar goed, ja, kan gebeuren. Dus ja, dat wordt verder mijn avond. Had ik verder nog wat te melden? Nee, ja, ik heb koude voeten, want mijn sloffen die ben gisteren door de bodem van mijn slof heen gezakt. En nu heb ik geen sloffen meer. Ja, wie denkt ook dat je nog sloffen nodig hebt in april? Nou, het schijnt zo. Ik weet nog niet of ik de verwarming aan ga doen, maar dat zie ik nog wel. Ik ga in ieder geval straks lekker warm douchen en dan ja, lekker eten en dan gewoon mijn dingen doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer speciaals doen. Dus ik denk dat het mooi is geweest voor vandaag. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 6 april. Ik heb het ijskoud en dat is ook niet zo gek, want ik heb een 3/4 mouwtje.
Dus ik hoop, ik moet eigenlijk zo even kijken of ik mijn moutjes kan vinden. Dan kan ik die eventjes eroverheen aandoen, want dit is toch wel heel erg koud. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen ontzettend last van mijn rug en van mijn schouders. Ik heb niks bijzonders gedaan. Ik denk gewoon dat ik verkeerd heb gelegen met slapen. Toen ging ik straks sporten en oh, ik voelde de pijn doordringen. Dat is echt niet fijn. Dus ik hoop eigenlijk dat het vanavond na een warme douche wegtrekt. En op dit soort momenten denk ik, dan had ik maar een bad. Dan kon ik je spieren ontspannen. Maar goed, dat zit er niet in. Ik was ook vergeten om mijn telefoon op te laden. Dus het ging echt fantastisch. Dus die heb ik er nu op liggen, want die had niet zo heel veel procenten meer. En een lege telefoon, daar kan ik niet tegen. Ja, ik heb gisteren rolade dan gegeten. Die is ook helemaal opgegaan. Ja, hij was zo lekker en ik kon hem op. Ik dacht, ja, ik eet hem op. Weet je, het kun je beter hebben omdat je weer een deeltje weg moet doen. Dus die was helemaal opgegaan. Toen ben ik gisteravond de televisie gaan kijken. Uitstel van executie. Die heb ik nog niet helemaal afgekeken, maar het vond ik wel een hele lastige zaak. Het was een man die had gewoon een vrouw en die hadden een huis. Alleen toen heeft hij eens even schaats gereden en toen zijn ze uiteindelijk uit elkaar gegaan. Toen heeft hij een nieuw huis gekocht, maar toch na de loop van tijd zijn ze weer bij elkaar gekomen. Zaten dus met drie huizen, want ze hebben toen besloten om toch weer een huis te kopen gezamenlijk. Dus dat hebben ze gedaan. Alleen toen heeft zijn vrouw het huis wat zij had verhuurd. En zijn huis, dat was eigenlijk zo verrot inmiddels. Daar kon hij helemaal niks meer mee. Dus dat huis was een blok aan zijn been. Maar toen gingen ze dus van het team kijken. En Duncan, de bouwdeskundige, die ging al direct met zijn voeten door een draagbalk heen. Dus dat was gewoon echt hele slechte kwaliteit. En hij zei ook, ja, ik kan er wel wat mee. Maar dan heb ik gewoon echt een hele grote, grote zak met geld nodig. Ja, en dat geld is er natuurlijk niet. Want vaak gebruiken ze het geld als ze met de bank overeen komen wat er in het spaarpotje zit, als er geld in zit, om van te verbouwen. Dus ik weet verder nog niet hoe dit afloopt. Wat ik heb begrepen is dat de bank het huis gaat verkopen. Maar hoe verder de afloop is, dat weet ik niet. Dat ga ik vanavond afkijken. Daarna heb ik de Mailandjes gekeken. Daar heb ik wel weer heel erg om gelachen. Hij ging snack maken. Er te soep. En hij moest rijden. Het was bij hun dus allemaal sneeuw. En toen zat hij op een gegeven moment op een dak. Want ze hadden een pijpje, zeg maar. En die was ook helemaal, omdat het zo gevroren had, helemaal dichtgevroren. Het ging niet met zijn fluitketeltje met warm water. Ging hij naar boven toe. Nou, en dat ging ervan, jongens. Nee, was heel leuk. Ik heb mijn artikel geschreven, dus die is al lekker online. Daarna ben ik verder gegaan met de bridge. Nou, een hele spannende aflevering. Ik heb er nu nog eentje van seizoen 2. En dan begin ik aan seizoen 3. Ik heb alleen wel begrepen dat dit het laatste seizoen is waar deze man in meedoet. En dat vind ik wel jammer, want ik vind hun als team wel heel, ja, heel goed, zeg maar. Ik vind hem ook wel heel sympathiek. Maar goed, ik weet niet wat de nieuwe persoon erin gaat doen. Dus dat moet ik gewoon gaan zien natuurlijk. En ik heb weer hard tegen hard gekeken, dus dat was verder mijn avond niet heel bijzonder. Ik ga nu even een wasje aanzetten. Ga ik de kattenbakken doen, ga ik jullie daar even bij zetten. Dan ga ik even de gang doen en de douche. En dan hoop ik dat ik er een beetje snel doorheen ben, want ik heb echt last van mijn rug. Ik moet eigenlijk ook nog even de paaspullen opruimen. Dat zou morgen ook wel kunnen, want ik vind het nou straks ook wel lekker om de boel dicht te doen. Want de trap dicht te doen, want dan kan ik goed bij de gang. Goed, ik ga eventjes moutjes zoeken en dan ga ik jullie erbij zetten waar ik jullie bij kan zetten.
ben weer klaar. Ik kwam er alleen achter dat een van de katten in mijn ondergoedla heeft geplast. En ik had de was natuurlijk al aanstaan. Dus dat was even flink balen. Dus dat moet ik nu allemaal nog wassen. Dus ja, dat gaat straks wel in de machine. Ik zet hem niet meer aan, want dan wordt het zo laat voordat het een keer klaar is. Maar dat doe ik dan morgen, denk ik even. Dan kan in ieder geval straks de was die er nu in zit opgehangen worden als die klaar is. Maar ja, de bakken zijn schoon, alleen het vuilnis was er niet gelegd, dus dat was een beetje vervelend. De gang is weer helemaal schoon, de douche is schoon, alleen ik schopte ook nog eens. Of ik schopte niet, ik heb ook nog eens mijn chloor om laten vallen en er zat geen dopje op. Dus het ging wat dat betreft eigenlijk allemaal niet echt fantastisch. Maar goed, het is weer klaar. Ik ben nog even spelletje zitten doen, even Songpop en June's Journey. In ieder geval is het nu weer aan het hagelen. Het heeft straks weer even gesneeuwd. Het is allemaal maar raar weer, jongens. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Straks even douchen en dan hoop ik even dat die spieren wat losser worden. Ga koken. En dan ook eigenlijk de bank op. En dan vanavond weer goede tijden en verslaafd. Daarna eventjes Bo in Floradorp. Even uitstel van executie afkijken. En dan ga ik ook aan het werk voor mijn blog en YouTube. Dus dat wordt eigenlijk de avond. Vanavond natuurlijk wel de laatste aflevering van de bridge van seizoen 2. Super spannend. En nog even hard tegen hard. Dus dat wordt het. Ik kan me wel weer heel erg verheugen op mijn boek vanavond. Ik ben zo'n mooi boek aan het lezen. Oh, ik kan me elke keer zo erop verheugen als ik die ga lezen. Ja, het is echt heel erg mooi. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Oh, kijk deze sneeuwvlokken. Oh, kijk nou. Zie je die vlokken? Ze zijn nog groot ook. Ja, het blijft gelukkig niet liggen, want het bevriest niet. Maar dit is toch raar. Echt april en sneeuw. Ja, het kan gewoon. Maar goed, ik ga bij deze weekvlog ook afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Ik zag namelijk bij de statistieken dat het merendeel van de mensen die mijn video's kijken nog niet geabonneerd is. Dus ja, als je dat zou willen, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Op mijn kanaal zelf staat ook een belletje. Als je daarop drukt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!